Stel, ik heb de volgende luifel die ingeklemd is bij punt A en die bij punt C 2 meter oversteekt en bij punt D 3 meter. En ik heb een horizontale kracht, een verticale kracht en een moment op punt D. Nou, ik wil kijken wat de hoekverdraaiing en de vorming is van de punten B, C en D. Nou, die wil ik uitrekenen met de gereduceerde momentvlakmethode. Dat betekent dat ik van de drie verschillende belastingen eerst drie afzonderlijke momentlijnen ga tekenen. Nou, ten gevolge van de horizontale kracht van 4 kN vind ik bij punt A een moment van 4 keer 4 meter is 16 kN gedeeld door EI. Ten gevolge van de verticale kracht van 2 kN vind ik bij B een moment van 2 keer 3 is 6 kN gedeeld door EI. En onderaan is hij nog steeds 6 gedeeld door EI. Ik zal even de vormingstekens erin zetten. En het moment van 4 kN betekent dat ik overal een moment heb van 4 gedeeld door EI. En hier ook 4 gedeeld door EI. Nou, als we gebruik maken van de gereduceerde momentvlakmethode, dan gaan we de oppervlakte bepalen onder de gereduceerde momentenlijn. En daarvoor tekenen we de hoekverdraaiing theta in het zwaartepunt van het figuur. Dus ik vind hier theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 en theta 5. Nou, bij de rechthoeken grijpt hij natuurlijk in het midden aan en bij de driehoekjes grijpt hij aan op 1 derde vanaf de brede kant. Nou, als ik de oppervlaktes ga uitrekenen, dus de totale hoekverdraaiingen, dan vind ik voor theta 1 vind ik een afstand van 4 keer 16 gedeeld door EI keer een half, omdat een driehoek is, is 32 gedeeld door EI. Theta 2 is 4 keer 6 gedeeld door EI, dat is al een rechthoek, is 24 gedeeld door EI. Theta 3 is 3 keer 6 gedeeld door EI keer een half, is 9 gedeeld door EI. Theta 4 is 4 keer 4 gedeeld door EI, 16 gedeeld door EI. En theta 5 is 3 keer 4 gedeeld door EI, is 12 gedeeld door EI. Maar dan gaan we ook even de afstanden van de theta's tot de verschillende punten bij het figuur zetten. De theta's worden dus altijd aan de andere kant van de momentenlijn getekend. Ik weet dat de hoekverdraaiing bij A gelijk is aan 0, omdat het een inklemming is. Dus de hoekverdraaiing van B, die wordt bepaald door theta 1 plus theta 2 min theta 4, is 32 gedeeld door EI plus 24 gedeeld door EI min 16 gedeeld door EI en dat is gelijk aan 40 gedeeld door EI. Dat betekent dus dat theta 1 positief is. Dat betekent dus dat
B met de klok meedraait. Als ik de verplaatsing van B wil uitrekenen, delta B, dan moet ik de theta's vermenigvuldigen met het bijbehorende kwispeleffect. Dus dan krijg ik theta 1 keer 2, 2 derde, plus theta 2 keer 2, min theta 4 keer 2, en dat levert 32 gedeeld door EI keer 2, 2 derde, plus 24 gedeeld door EI keer 2, min 16 gedeeld door EI keer 2. En als ik dat uitreken, dan kom ik uit op 101, 1 derde, gedeeld door EI. En dat is een verplaatsing naar rechts. Als ik kijk naar de verplaatsing van punt C, en dan in horizontale richting, dan zie ik dat punt C net zoveel naar rechts verplaatst als punt B. Dus D delta C horizontaal is gelijk aan delta B. En die is dus ook 101, 1 derde gedeeld door EI naar rechts. Als ik kijk naar de verplaatsing van C verticaal, dan zie ik in de drie verschillende momentenlijnen dat ik tussen B en C geen moment heb. Dus dat betekent dat de verticale verplaatsing van C bepaald wordt door de hoekverdraaiing van punt B. Dus de hoekverdraaiing van B keer het kwispeleffect van 2 meter is 40 gedeeld door EI keer 2 is 80 gedeeld door EI. En die gaat omhoog. Als ik ga kijken naar de verplaatsing van punt D in verticale richting, dan wordt die bepaald door de hoekverdraaiing phi b keer een kwispeleffect van 3 meter. Die draait naar beneden. Theta 3 die wijst ook naar beneden, dus plus theta 3 keer een afstand van 2 meter. Min theta 5, die wijst omhoog, keer een afstand van 1,5 meter. Dat is 40 gedeeld door EI keer 3, plus 9 gedeeld door EI keer 2, min 12 gedeeld door EI keer 1,5. En als ik dat uitreken, 12 keer 1,5 is 18, 2 keer 9 is 18, dus 3 keer 40 is 120 gedeeld door EI. En dat phi b met de klok meedraait, verplaatst punt D in verticale richting natuurlijk naar beneden.